Goeie vraag. Ja, goeie vraag. Nou ja, ik heb wel weer wat zanglesjes gevolgd bij Edward Hoepelman. Dat is eigenlijk ook mijn vaste docent van school en daar blijf ik ook nog steeds lessen. Maar dit keer hebben we gewoon gefocust dus op die klassieke aria's. En dat was voor mij wel even nieuw, voor jou niet. Nee, ja. Jij bent hier helemaal in thuis. Ja, dat klopt. Nou, ik heb ook Fontys muziektheater gedaan, maar daar is een tijd lang een klassieke afdeling van geweest. Die zich dus echt specifiek specialiseerde in klassieke zang, in plaats van musical. Nee, ik denk dat ik het heel anders. Ik kwam niet verder dan O. Ze werd heel bruut afgekapt. Sophie heeft zo hard haar best gedaan, maar het is er niet gelukt. Nee, ja, eigenlijk ontzettend leuk juist. Want de kracht op het speel, Sophie blijft maar proberen en ze wil het maar goed doen. En ja, ze krijgt de kans niet. Het enige stuk wat helemaal uit de verf komt, zeg maar, wat helemaal uitgezongen wordt, is de Puccini-aria van de tenor natuurlijk. Dus dat is muzikaal misschien het leukste. Maar het spannendste is ook wel de Verdi-aria van Sharon aan het einde. Want het is echt een gevecht tussen haar en Maria Thomas. Pia staat best dicht bij Maria op vele vlakken. Maar wat ik heel erg voel bij haar is hoe zij zingt met emotie. Een perfecte noot is niet perfect bij haar, maar ze is een pijnscheut. En die emotie die breng ik absoluut over en die brengt Maria Callas ook over. Dus dat voel ik heel erg sterk. Ik geef heel anders les dan Maria Callas. Ik ben constructief, opbouwend, positief. Ik ga uit van wat iemand in zich heeft, de kracht die iemand in zich heeft. Dat vind ik het mooiste om te doen. En de tip is wel dezelfde als Maria Callas. Je moet naar iets in jezelf luisteren om deze moeilijke muziek te kunnen zingen.